Een hele goede morgen vanaf Assen. Het is vandaag 6 december, als ik het niet vergis. Ik sta hier op het station van Assen op deze morgen. Om 8 uur, ochtends bijna. Door de week zag je, en ligt ook lekker sneeuw, daar ben ik blij mee. Ja, maar het is wel aan het wegsmelten. Het heeft een dagje gelegen of zo, tot altijd zo in het noord, in Nederland. Het sneeuwt s'nachts, dan is het overdag al weg. Of het blijft een nachtje liggen, het gaat daarna al weg. Waardoor jij nu niks meer kan met goede foto's maken. Ja, gisteren had ik het ook heel erg zin in. In ieder geval, wat ga ik vandaag doen? Mijn eerste uren die zijn vandaag uitgevallen. Dus ik dacht van, Fernando gaat eventjes nog 1700 aan en even Twente busjes en zo doen. Goed, daarmee ga jij, dan pak je de bus. Nee, dan ga je richting Apeldoorn toen en zo. Oh ja, wacht. Iets met dat de bus op een verkeerde halte gaat staan. Dus ik loop er snel naartoe. Rijd die chauffeur weg. Juist. Ja, het was net voor vertrek. De bus was een half minuut te vroeg vertrokken. Dus ik ben een half uur later op planning. Het voordeel is wel, ik heb nu het oudste treinstel van NS die momenteel nog rondrijdt in dienst, heb ik zo mee. Die gaat er binnenkort ook uit. Want ja, nieuwe dienstregeling en die oude cellen gaan allemaal aan de kant. Ja, terwijl je het materieel tekort te krijgen. Maar ja, dat is NS. Wat ga ik nu doen? Ik moet nu gaan kiezen of zo waar ik wil gaan staan. Omdat ik nu al een ideetje had, maar dat gaat dan niet door vanwege de tijd. Omdat ik moet om kort over het alweer in Groningen zijn. En normaal gesproken denk ik dan van, nou, dat moet betekenen, normaal gesproken denk ik, ja, ik denk, reken tot Assen, dan moet ik kwart over 11 uit Zwolle. Maar ja, ik moet nu door naar Groningen, dus ik moet kwart voor 11 uit Zwolle. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Dus ik weet in ieder geval nog niet wat ik ga doen. Ik ga nu zo zorgen dat ik bij het oudste trein van NS kom en dan gaan we op richting Groningen, Zwolle. Ik was helemaal vergeten om mijn shot op te nemen. In ieder geval nu in Deventer. De bus naartoe gegaan. Nu ga ik overstappen op de 160 in Badmen. Ga ik even naar een spotplekje toe. Ik dacht eerst, ik ga naar Apeldoorn toe, maar die beleider is al te laat. En ik heb maar 20 minuten anders. En ik moet 5 kilometer trappen, dus ga ik niet doen. Ik had ook gedacht, ik ga nemen de fiets. Maar ik dacht, ik kan veel makkelijker met de bus gaan. Want ja, ik reis gratis en studenten of weet. Dus we gaan mooi met de 160 naar Badmen. Zo, ik had met de Tiffany gereden op die bus. Het was een hele aardige chauffeur, maar die reed 45 waar je 50 maar ja. En plus 3 weg. Dus ik had moeten rennen. Ik was echt, scheelde 1,5 seconde of zo erop. Ik ben met 160 terug, zo de chauffeur dan weer. En nu ga ik weer op richting Groningen. Ja, wanneer je trein wilt filmen en jezelf filmt. Ze kunnen weer eens niks bij NS. We rennen heel rustig het station binnen, rennen iedereen. We zijn overstap naar Groningen, dankjewel. Thank you for traveling with NS. Dus we gaan nu maar eerst even met inzien naar Leeuwarden en overstappen in Meppel. Op de Sprinter. Juist, Meppel, wacht op de Sprinter. Het is aangekomen in Groningen. Nu gaan we nog even een stukje bonus content doen. Wij gaan namelijk nog even een lijntje doen. Die gaat er vanaf. Een stukje gaat vanaf. Ja, er stond al een nieuwe dienstregeling 9 december. 10 december herstel. Gaat hij niet meer rijden, dus dat gaan we eventjes een extra stukje mee doen. Dat is eventjes leuk. Laatste keer lijn 8. Met een van de laatste keer lijn 8 over de route.
op Groningen, Europa Park. Leuk ritje was dat zo met de Oosterpoort, de buurt als ik me niet vergis. Ja, vanaf december, vanaf 10 december is het jammer genoeg afgelopen. Ze hebben het, een poos geleden lag het er al op een aantal maanden uit. Volgens mij vorig jaar ergens vanwege werkzaamheden. Ze waren bezig met de sporen en zo. Om van 3 naar 4 te gaan en zo. En dan zit Kjurs, oh ja, er wordt toch niet geklagen. We gooien die lijn eens goed eruit. Nou, hoeveel man had je er net in zitten? 4 vanaf station, stapte er nog iets van 6 bij. Ja, dan zit je toch op 10 man of zo. En dan gaat het bijna allemaal hieruit. Dus goede verbinding, wat verliest. Je gaat heel raas, jammer genoeg weg. In ieder geval was even een productief ochtendje zo. Eventjes van alles kunnen doen. Berlijnertje. Oudste ICM momenteel die in de rondrijd, die gaat er ook uit. 10 december. 9 december, laatste dag. En eventjes lijn 8 gedaan door de Oosterpoortbuurt. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze korte vlog. Even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, wil ik zeggen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later.